Ik kan straks wel weer heel veel andere nieuwe dingen gaan doen. En het moet ook spannend blijven. Dus dan moet je gewoon een keer zo'n beslissing nemen. En toen het idee voor het eerst naar boven kwam bij mij, toen we op Pinkpop invielen voor Amy Winehouse, toen... Dat was echt een soort gevoel van, wow, dit is de vierde keer Pinkpop en het was zo'n hoogtepunt. Waar gaat het nu nog allemaal heen? En zo ja, ga je daarover nadenken. En zo komt die beslissing. Je weet nu al van, ja, zo vaak gaan we die hele set niet meer spelen met z'n zessen. Dus het begint wel steeds een beetje meer zo'n knoop in je maag te vormen, ja. Nooit meer met z'n zessen een club doen. I know how you feel right now. Het wordt natuurlijk allemaal wat emotioneler en die lading neemt het publiek ook mee naar binnen. Ja, iedereen heeft toch zoiets van, nou, nog één keer dan luisteren. Ben je ijdel? Ik? Nou, of een ijdel. Maar je maakt je wel even netjes op. Ik heb het ook vroeger wel eens niet gedaan. En dan zie je de foto's terug. Heb je altijd spijt. En je moet er wel natuurlijk wel leuk uitzien. Ik ben ook maar een vrouw. Magic in your eyes. Will you still love me tomorrow? Wij waren natuurlijk heel de tijd dat gezellige, rammelende schoolbandje. En charmant. En maar wij wilden serieus rocken. Dus er ging een hele eigen rockplaat maken. En ik ben er op alle platen trots en blij mee, hoor. Kom. Nou, jongens, cheers. Cheers. Ja. Maar ik, zoals nu, vanaf Plug It In had ik wel het gevoel dat ik wel echt de touwtjes in handen had, wij zelf. En dat we wel weer een soort van eigen sound echt voor onszelf bezig waren. Oké, of we go. Popprijs, wat betekent dat voor je? Stel dat je die wint. Ik zou het dit jaar heel erg vet vinden. We stoppen natuurlijk, dus het is de laatste keer dat het kan. Maar ja, dan weet je het nog niet. Maar ik zou het natuurlijk leuk vinden. Verdien je hem? Tuurlijk verdienen wij die. Ja. Stel dat je hem nou niet krijgt. Ja, dan ga ik in de zaal met bier gooien natuurlijk naar de winnaar. Nee hoor. Nee, dat hij is omstreden. Dus de kans dat we hem niet krijgen is ook zeker heel erg aanwezig. En dan ben ik gewoon heel nieuwsgierig wie hem dan wint. Wie moet hem krijgen dan? Ik heb Guus Meeuwis voorbij horen komen. Dat zou ik wel heel erg cool vinden voor Guus. En ook heel erg verdiend. Ik wil als iemand ook al lang in de weg timmen, want het is natuurlijk Guus. Dus dat zou voor Guus wel te gek zijn. Zeker weten.